Hoe lang de mijnen ook gesloten zijn, oud-mijnwerkers kijken altijd uit naar begin december het Sint-Barbara-feest. De week voor Sint-Barbara was het altijd een drukke week. Door de kolenslag die tussen de mijnen, maar ook tussen de mijnwerkers van de verschillende pijlers onderling als een echte competitie gehouden werd. Een winterslag met zijn barp, ja, dat was iets speciaals. Hè. Eigenlijk die concurrentie op de pijler zelf, maar dat ging over de verschillende pijlers. Van de hele mijn hè, ging dat, voor de meeste kolen te maken. Plus ten opzichte ook van andere mijnen. Dat begon al een week op voorhand, werd dat de pijler speciaal klaargemaakt. Dat mocht niks schelen. De riemen werden te goed gecontroleerd. Dat de verbindingen te goed in orde waren. Alles was picobello in orde. Die dag zelf, dan kregen we hulp van bijvoorbeeld voorbereidende werken. De voorbereidende werken die bolden die dag niet, omdat ze die mijnwagens allemaal nodig hadden voor op de pijlers. Hè. Plus, dan kregen we dat volk ook op de pijler. En dan zat een goede vriezen tussen. Hè. En dan ging het eraan hè, voor de meeste kolen. De morgenpost was nog wel plezierig, die kregen alles fonkelnieuw. De middagpost, als die al tegenslag had, die kregen dan een pijler, eerlijk aan zijn pens gestoten of zo. Hè. En dan de nachtpost, ja, die moest dan gewoonlijk de rommel opknappen. Dat werd hard gewerkt dan die dag, serieus. Na de post kwamen die mensen boven. Dan werd op de brelen sterk een drank geschonken. De kisten sigaren kwamen boven. Allemaal een sigaar en een borrel. En dan verdwenen ze daarna de cafés in. En naar daar, die cafés. Dat... Ja, wij zijn natuurlijk bij ons te Waterschei. Hè. Het ging lekker overal. De meeste kolen maken. Het was het oosten tegen het westen. Daar werd gestreden voor toch maar lege wagens te krijgen. Daar werd soms zaken gedaan die mee mochten. Ja, en voor de rest, zoals Louis zegt, alle mannen van de voorbereidende werken die moesten in de pijler komen. Mijn schoonvader die werkte in Zwarberg. Die werkte die dag nooit, want dan moest je zo gezegd de pijler in. En voor de rest, als alles goed bolde, was dat goed. Als het niet goed bolde, ja, dan was het lopen. Het 's avonds. En zelfs onder in de mijn werd ook al eens een borreltje gedronken. 'S avonds, ja, dan, als we boven kwamen, ja, dan kregen we soms een sigaar. Niet voor te roken. Of zo'n ander sigaar, hè, omdat we niet genoeg wagens hadden. Maar voor de rest viel het allemaal goed mee. Dan gingen we hier buiten naar Jean, naar die barakjes, en dan werd er verder gebold. Dan werd er nog meer kolen gemaakt aan de barakjes liggen zonder. Dat werd er ook, dat was een parkhotel bij ons in Winterslag. Dat besprak de directeur. Die sprak ons toe en de hele productie van het jaar en rendement en je weet wat. Allemaal zaken waar we eigenlijk geen zaken mee hadden, maar dat werd er allemaal verteld. En dan hoe dat hij de toekomst zag en dat ding allemaal. En daar werd ook drank uitgedeeld en hapjes. En gewoonlijk vielen daar ook de decoraties, die werden ook daar gedaan. Mensen 20 jaar dienst en 25 jaar, die kregen een speciaal medailles. En dan de benoemingen werden bij ons ook met zijn barp gedaan. Iemand die opzichter werd of hoofdopzichter, dat werd ook op die dag gedaan. Ja, wij als inwijkelingen, wij kwamen nooit naar de casino hier. Maar bij ons in Baal was er dan een mis, die dag. Daar kwamen wij dan allemaal naartoe. En achter die mis, ja, dan werden alle cafékes gedaan. Tot in de late namiddag, tot zelfs in de late nacht. En als we dan thuis kwamen, ja, dan
stond de vrouw klaar met een deegrol.